Nou, de organisatie die zei, neem je zonnebril mee, want het wordt mooi weer. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. Maar ik heb wel mijn winterjas aan, want het is nu 's morgens 8:30. Ik ga nu even tanken. Mijn rubriek start om 10:00. Dat wil zeggen dat ik er om 9:30 hoor te zijn. Het is 3 kwartier rijden. Dus nu ga ik eerst eens eventjes mijn tank vol gooien. En dan ga ik op naar Hoogland. Daar worden ook vaak de regiokampioenschappen georganiseerd van de provincie Utrecht. Maar vandaag is het gewoon een officiële KNS-wedstrijd. De eerste wedstrijd van het outdoorseizoen zit erop hoor. Vandaag gejureerd, lekker outdoor. Op de achtergrond zien jullie Zorro, we zijn eventjes aan de wandel. Vanmorgen eerst gejureerd en net met Zorro eventjes wat getraind. En nu zijn we aan de wandel samen. Als je afvraagt waarom knijpjes ook, staan we precies met mijn tetter in de zon. Outdoor seizoen, eerste wedstrijd. Is toch wel altijd weer even spannend. Gebeuren meestal wel rare dingen. Allereerst heb ik een fout gemaakt. Tijdens de eerste proef gebeurde er wat raars. Meisje reed extra volte, ging de andere kant op. Ik denk, hè, maar ze ging toch goed? Wat bleek, stonden de letters verkeerd om. Toen ik aankwam bij de ring, was er heel veel ruiters die gebruik maakten van het feit dat de organisatie had toegestaan, moeilijk woord, hè? Om de baan te verkennen. Dus er was best wel veel activiteit in de ring, waardoor ik mijn aandacht niet op mijn werk ging richten. En ik dus verzuimd heb om te kijken of dat de letters goed stonden. Dus dat was een fout van mij. Moet ik ook echt wel weer even inkomen. Meestal bij de indoorbanen, nou ja, dan verschuift dat niet zoveel. Dus hoef je daar ook niet zoveel rekening mee te houden. Toen bij een van de laatste deelnemers had ik opeens niet één paard in de ring. Maar had ik opeens 2 paarden in de ring. Hele bijzondere vertonings. Veiligheid. Moeten we ook echt eventjes weer goed bij stilstaan. En zeker bij zo'n eerste outdoor wedstrijd. Paarden zijn toch allemaal fris. Zijn het allemaal niet meer zo gewend. Gelukkig, het is allemaal goed afgelopen. Paard heeft wonder bij wonder echt helemaal niks. Maakt een hele mooie in-uit trouwens. Bij ons in de bak. En de organisatie... die gaat het wel meteen oppakken. Dus dit zal er waarschijnlijk niet nog een keertje kunnen voorkomen. Daar gaan ze eventjes wat maatregelen voor treffen voor in de toekomst. Dus bij deze is het outdoorseizoen geopend. Ik wens jullie allemaal een heel mooi outdoorseizoen. Want als jullie een mooi outdoorseizoen hebben, heb ik het ook.